Zo, een hele goede avond. Dat is lang geleden. Het is momenteel maandagavond 29 juli om 6:30. Vorige week maandag voor het laatst is opgenomen, maar dat hebben jullie niet gezien, want dat was maar alleen hallo. Dat was eigenlijk de opening van de vorige weekvlog. Maar ja, zoals jullie inmiddels gezien hebben, is er daarna iets gebeurd waardoor ik even geen zin had in editen, vloggen of iets dergelijks. Ja, toen dat eenmaal een beetje voorbij was, vond ik het lastig om het editen en het vloggen weer op te pakken. Omdat, ja, ik had er geen zin in. Het was ook warm. En, nou, en hoe langer dat duurt natuurlijk, hoe meer je daar tegenop gaat zien. Maar goed, ik ben er weer. Ik ga weer vloggen. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. En wat heeft mijn week verder eigenlijk bezig gehouden? Nou, ik ga het jullie niet laten zien, want ik heb een keer eerder iets van een serie laten zien en dat werd geclaimd. Dus ik ben weer Project Runway aan het kijken. Alle seizoenen. Echt geweldig. Ik kan dat uren doen. En daarbij ben ik dus aan het diamond painten. En dan heb ik deze gemaakt. En dan ben ik nu met hier een bezig, maar die laat ik later zien. Maar deze heb ik nu afgemaakt. Daar heb ik echt, daar ben ik heel blij mee. Maar ik zie dat mijn batterij knippert, dus die ga ik opladen en dan zie ik jullie morgen weer. Doeg, tot morgen. Zo, een hele goede middag. Mijn haar zit zo plat. Nou, ik moet het ook echt wassen. Dat moet ik vanavond of morgenochtend maar even doen. Ik zit lekker te editen. Jullie krijgen morgen eindelijk het restant van mijn vakantievideo's. Of ik maak er eentje van, want die eerste dag met die unboxing was heel veel. Maar de rest lijkt wel mee te vallen. Dus dat gaat lekker in één vlog morgenochtend online. Kunnen jullie die ook weer lekker zien. En nou, ik heb de smaak wel weer te pakken. Het was even een drempeltje over en ik kan niet goed uitleggen waarom, maar dat was gewoon zo. En nu kan ik er weer vol tegenaan. Het is nu 6:15, maandag. Nee, dinsdag. Dinsdag 30 juli. En straks heb ik even een belafspraak met iemand om 7:00. En dan als ik klaar ben met editen en de video staat klaar voor morgenochtend, dan ga ik weer diamond painten en Holland's Next Topmodel. Hoe kom ik daar nou weer bij? Project Runway kijken. En ik moet nog even, we zijn er bijna terugkijken. Vol programma. Maar goed, morgen lekker vrij en het wordt, het gaat regenen, dus goed excuus om morgen ook lekker binnen te blijven. Timmy komt morgen wel, dus dat vind ik gezellig. Tenminste niet bij mij, maar wel bij mijn ouders. Dus dan kan ik ook nog even met hem knuffelen, gezellig. Tenminste, knuffelen zit er tegenwoordig niet zo veel meer in, want dat, hij wordt groot en dat wil hij natuurlijk allemaal niet meer. Maar lekker spelen natuurlijk wel, dus dat is leuk. En ik krijg altijd kusjes en zo, maar het is niet zo. Voorheen kon je hem zo lekker op schoot nemen, lekker, maar dat, dat pikt hij niet meer natuurlijk. Maar goed, ik ga even verder met editen en dan zie ik jullie later vanavond nog wel even. Zo, daar ben ik weer. En als je kijkt, is het inderdaad in één keer een stuk donkerder om mij heen. Dat komt omdat het alweer uren later is. Ik heb geëdit en dat ging goed. Ik was heel erg bang dat het niet goed zou gaan, want het waren de eerste beelden die ik met mijn nieuwe camera had gemaakt en ze waren schokkerig en het beeld en het geluid liep niet gelijk. Ik denk, oh nee, hoe kan dit? Maar nou, ik ben toch maar doorgegaan, heb hem afgemaakt, toen moest ik hem renderen. Dan smelt hij alles aan elkaar, dat duurde uren. Dus dat is nog wel even een dingetje, dat gaat met deze camera dus blijkbaar veel langer duren. Ja, het zal omdat het betere kwaliteit is, want vervolgens ging ik het terugkijken. Ja, ik denk dat jullie het ook wel gemerkt hebben. Het is echt betere kwaliteit. Zeker. Dus daar ben ik dan wel blij mee. En nu zit ik nog steeds Project Runway te kijken. En is er hier iets gaande? Ja, het zijn maar kleintjes hoor, jongens. Kijk. Maar ik ben al weer een aardige end op weg. Ik ga nog niet laten zien wat het wordt. Als je er iets van gezien hebt, dan mag je hieronder een gokje achterlaten wat het wordt.
Maar dat ga ik nog niet laten zien. Ik laat het wel zien als het af is. In mijn vakantie heb ik deze ook nog afgemaakt. Had ik die jullie al laten zien? Weet ik niet meer zeker. Alleen kijk, hier bij de oogjes. Niet of je het kan zien. Hij focust er niet echt op. Maar daar zitten dus geen steentjes. Hij wil niet echt focussen, hè? Nou, geen idee waarom hij dat niet wil doen. Maar in ieder geval, hier zitten geen steentjes in de oogjes. Maar als je zo kijkt, valt het niet eens heel erg op. Dus ik ga nog even lekker verder. Dan ga ik, het is nu 10 uur of zo. Oh, half elf alweer. Het gaat zo snel, die tijd. Nou, ik ga nog maar eventjes door en dan zo lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Het is woensdag. De hoeveelste? Dat willen jullie graag altijd weten. 31 juli, de laatste dag van juli. En dit is het weer. Nou, kunnen jullie ook lekker veel van zien, hè? Nog steeds niet. Nou, ik wou zeggen, dit is het weer, maar je kan het niet zien. Het regent echt. Nou, keihard wou ik zeggen, maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is echt van dat druilerige rotweer. Het is op dit moment 10 voor 10. Ik ben net even bij mijn ouders geweest. Tim is daar vandaag te logeren, dus dat was heel gezellig. Nu ga ik lekker, ja, hè. Diamond painten, Project Runway. Gewoon heerlijk. En dan later vandaag ga ik nog even naar buiten, nog wat boodschapjes doen. Ik wil nog even naar de markt. Die is er vandaag, dus daar kan ik jullie even wat beelden van laten zien. Misschien dat ik nog even naar de Action ga. Jullie gaan het allemaal meemaken en ik ook. Maar voor nu is het nog even een kopje koffie en even nog relaxen. Ik probeer al de hele ochtend naar buiten te gaan om boodschappen te gaan doen. En even naar de markt en zo. Maar kijk, dit is het weer. Toch geen zin om naar buiten te gaan zo. Word ik zeiknat. Dus nou, ik ga zo nog maar even op buienradar kijken. Om te kijken of er nog iets droogs aankomt vandaag. En zo niet ga ik hier beneden maar even gauw naar de Hoogvliet. Ja, daar ben ik op zich zo, dus dan word ik ook weer niet zeiknat. Maar ik wil graag ook even naar de Action en even naar de markt. Maar een beetje regen, dat vind ik niet zo erg. Maar dit is echt... Afgelopen weekend gingen we uit eten met de kaartclub, want het is de laatste keer geweest. Dus dan gaan we eind van het seizoen altijd met elkaar eten. Was heel gezellig. Hier niet zo heel ver vandaan. En in eerste instantie zouden we met z'n allen op de fiets gaan. Tenminste, mijn ouders en Roy en Laura gingen ook mee. Die zitten daar verder niet op, maar die je mag introducees meenemen. Dus die wilden graag mee, gezellig. Dus ik dacht, dus we zouden op de fiets gaan. Dus op een gegeven moment belt mijn moeder dat ze met de auto gaan, omdat het zou gaan regenen. Dus ik zei, nou, ik ga toch op de fiets. Ik neem die gok wel. En heen ging dat prima, want er was er nog niks aan de hand. Maar terug, oei. Ik was zo nat. Maar goed, eigen schuld, dikke bult. Maar goed, dat was wel even genoeg regen om in te rijden. Dus dat wil ik vandaag niet nog een keer. Kijk, want hier, ik weet niet of je het kan zien, maar daar gaat het nog wel. Maar daar komt een lucht of gaat een lucht, ik weet het niet. Nou ja, ik ga nog maar even verder met diamond painten. Goedemiddag, het is donderdag inmiddels. Gisteren bleef het rot weer, dus ik heb ben lekker blijven painten en lekker blijven Project Runway kijken. Heerlijk zo'n dag. Vandaag gewerkt de hele dag en nu schijnt wel lekker het zonnetje. Dus dat is fijn. Misschien dat ik vanavond nog even wegga, maar ik weet het nog niet. Misschien dat ik... Nou, we zien het wel. Ik zou met papa samen naar... ja, ik zit met mijn lampje te spelen.
de wielerronde van Wateringen gaan. Daar heb je... Ja, hij heet tegenwoordig anders. Voorheen heette het echt de Wateringse wielerronde. Maar nu wordt het geloof ik gesponsord en heet het dan daardoor weer anders. Maar je hebt altijd na de Tour de France dat ze van die wielerrondes gaan... ja, doen. En daar gaan dan ook de deelnemers van de Tour de France of een aantal Nederlanders doen daar dan aan mee. En vorig jaar ben ik met papa daar naartoe geweest. Het jaar daarvoor geloof ik ook. Het jaar daarvoor. Nou, al een tijdje eigenlijk. En we zouden nu misschien weer gaan. Maar hij belde vanochtend. Tim had daar vannacht geslapen. En die was toch wel aardig wat keren wakker geweest. En morgenochtend gaan ze een dagje op stap. Ik weet niet precies waar. Oh, naar mijn nicht geloof ik. Ergens in Nunspeet. Nou, in ieder geval hebben ze morgen een drukke dag op de planning staan. Dus hij gaat vanavond niet. Dus ik kijk nog even of ik zelf ga. En anders dan ook niet. Maakt niet zo heel veel uit. Morgen nog één dagje werken en dan lekker weer weekend. En het weekend wordt het ook mooi weer, dus dat is fijn. Ik heb nog niet echt hele grote plannen. Maar er komt altijd wel weer wat leuks op mijn pad. En zondagochtend... Dan heb ik met Laura en Roy en mama afgesproken. Dan gaan we gezellig aan het trouwboek zitten. Want ze hebben alle foto's digitaal gekregen. En er is een hele mooie ja, soort... eigenlijk een soort edit gemaakt van alle foto's. Met muziek eronder en leuke ja, effecten. En heel gaaf. Maar ze willen ook toch nog een boek hebben. Nou, die kun je natuurlijk tegenwoordig prima zelf in elkaar zetten bij de HEMA of wat dan ook. Dus daar gaan we ja, zondagochtend aan zitten, dus daar heb ik ook zin in. En voor de rest ja, gaan we het zien. Ik weet het nog niet zo goed. Wat hebben jullie gedaan het weekend? Laat het me even weten. Vind ik leuk om te weten. Ik ga nu even... Oh, dat ga ik nog laten zien. Ik heb een nieuwe Diamond Paint gekocht. En ik heb allemaal loomspullen gekocht. Dat was een heel pakket voor 5 euro. En ik vind loomen ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus die laat ik jullie vanavond even zien. Ik heb lekker gegeten. We hadden lekker snijboontjes. Daar ben ik gek op, boontjes. Asperzieboontjes, snijboontjes. Vind ik echt heel lekker. Nou, ik ga niet meer weg vanavond. Ik blijf lekker thuis. En ik ben nu... Ja, onder andere mijn computer opnieuw aan het opstarten. En deze Diamond Paint aan het maken. Die is nog van Xenos. Maar hier, kijk wat ik gekocht heb. Dit zijn allemaal loomspullen. Die ga ik later een keertje even met jullie doornemen. Als ik mijn loomtas heb gevonden. Want ik heb nog meer loomspullen. En dit is... de Diamond Paint die ik nu gekocht heb. Hij was wel 25 euro. Vind ik best prijzig. Maar ik vond hem zo mooi. Ja, die wil ik wel heel graag maken. Hij is volgens mij ja, niet super groot. Wel groter dan dit. Maar ja, ik denk dat ik dan deze mooi wil inlijsten. Want hij past wel heel tof, denk ik, in mijn kast. Of hier in de kast. Dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval denk ik dat ik hem in een mooie witte lijst wil gaan doen of zo. Ik vond hem wel heel gaaf. Dus bij de boekenvoordeel heb ik die gekocht. Daar hebben ze ook vaak diamond paint spullen. Niet alleen diamond paints, maar ook echt van die bakjes. Net zoals dit. Waar je dan je steentjes in kan doen en zo. Daar hebben ze best wel veel van. Dat is wel gaaf. Dus nou, ga ik weer even verder. Een hele goede middag. Vrijdagmiddag inmiddels. Laatste dag van de week. Lekker gewerkt vandaag. Net even een paar boodschappies gedaan. Ik moest even kwark halen voor het weekend. Want het was op. Mijn vader had lekker zelf patat gemaakt en gebakken. Dus dat was ook heel erg lekker. En nu ga ik deze even afmaken. Want die is echt bijna af. Zoals je ziet. Wel leuk geworden ook weer. Ja, zo moet hij eigenlijk dan, hè. Hier moeten nog wat steentjes in. En voor de rest is die klaar. En daar ligt de volgende al klaar. Die had ik gisteren laten zien, die doos.
En hij is iets groter dan ik dacht, wel. Maar op zich denk ik dat het een heel leuk project gaat worden. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus dat ga ik vanavond lekker zitten doen. Morgen ga ik fietsen. In mijn eentje dit keer. Dus ik moet nog even kijken. Ik moet even een fietsroute uitzoeken. Maar dat gaat op zich wel lukken. En zondag gaan we het fotoboek maken van Laura en Roy. En dan komen ze hier lekker met z'n allen mosselen eten. Dus gezellig weekend voor de boeg. Voor nu was dit het voor de weekvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Doe een duim omhoog als je hem weer leuk vond. En wat ik nog vergat te vertellen. Suus heeft gisteren de 1000 abonnees gehaald. Jee, gefeliciteerd Suus. Ik weet dat je kijkt. Super tof, super tof. Ik heb er nu 200... Even kijken hoor, stiekem. Ik ga richting de 300, waar ik ook al heel erg blij mee ben. Ik zit op de 274. En Suus inmiddels op de 1008. Dus echt heel erg tof. Super gefeliciteerd nogmaals. En ik hoop het ook te kunnen bereiken ooit. Zou heel tof zijn. Nou, ik zie jullie in de weekendvlog. Doei doei!